Hierbij open ik deze academische zitting, waarin mevrouw Moosdorff-Steinhauser het academisch proefschrift getiteld Pregnancy-related urinary incontinence, Does it bother? In het openbaar zal verdedigen. Mevrouw de kandidaat, mag ik u verzoeken een samenvatting te geven van uw proefschrift? Oké. Geachte prorector, leden van de corona, leden van het promotieteam, beste familie, vrienden en collega's. De komende 15 minuten ga ik u de hoofdlijnen van mijn proefschrift getiteld Pregnancy-related urinary incontinence, does it bother, toelichten. Ik zal beginnen met een korte uitleg over het ontstaan van urineverlies en vervolgens de verschillende onderzoeken vertellen en tot slot de conclusies presenteren. Hier ziet u het bekken. En het bekken bestaat uit een linker- en een rechterbekkenhelft. En achter, daartussen, zit het heiligbeen met daaronder het staartbeentje. En als u goed kijkt, dan ziet u hier een gat. En dat is niet handig, want als daar een gat zou zitten, dan zouden eigenlijk alle organen zo naar beneden zakken. Dus dat moet afgesloten worden. En dat wordt afgesloten met de bekkenbodem. En de bekkenbodem, die bestaat voor een groot deel uit een spier. En bij de vrouw loopt door die spier lopen drie openingen van voor naar achter. Eerste opening voor de plasbuis, de achter voor de vagina en tot slot de opening voor de endeldarm. Tijdens de zwangerschap groeit de baby en neemt de vrouw toe in gewicht. En we weten niet precies waardoor urineverlies ontstaat in de zwangerschap, maar we gaan ervan uit dat de gewichtstoename samen met hormonale veranderingen, maar misschien ook wel plotselinge bewegingen van de baby hieraan bijdragen. Ik heb u zojuist laten zien dat de vagina door de bekkenbodem heen loopt. En tijdens een vaginale bevalling daalt de baby in, opent het geboortekanaal en passeert de baby de bekkenbodem. De bekkenbodem die rekt daar wel tot 3,3 keer zijn eigen lengte op. En deze enorme rek kan de bekkenbodemspieren beschadigen en ook de zenuwen met mogelijk urineverlies tot gevolg. Er zijn verschillende vormen van urineverlies, maar rondom de zwangerschap is stressurineverlies de meest voorkomende vorm. En dat betekent dat er urineverlies als er een buikdrukverhogend moment is, zoals bijvoorbeeld hoesten of niezen. Het plaatje aan de linkerkant laat zien wat er gebeurt als alles goed werkt. Er is buikdruk, dat zijn die groene pijlen. Dan is er veel druk bij de plasbuis, die wordt goed dichtgeknepen en er is geen urineverlies. Dit plaatje laat zien wat er gebeurt als het minder goed werkt. Dus er is buikdruk, de groene pijlen. Er is veel minder kracht, of misschien wel op het verkeerde moment. En urineverlies ontstaat. En we weten dat stressurineverlies rondom de zwangerschap het meest voorkomende vorm is. Stress of urineverlies in het algemeen kan leiden tot een verminderde kwaliteit van leven en ook een verminderde geestelijke gezondheid. Maar het kan ook een belemmering zijn om bijvoorbeeld te gaan sporten of om eens lekker uit je dak te gaan tijdens een concert. Want wie heeft er nou zin om op zo'n moment een kletsnatte broek te krijgen? We weten dat bekkenbodemspieroefeningen een effectieve behandeling is voor stressurineverlies in het algemeen. We weten ook dat oefeningen in de groep net zo effectief zijn als individueel. En dat is natuurlijk potentieel kostenbesparend. We weten echter nog niet zoveel over het lange termijn effect van bekkenbodemspieroefeningen gegeven in een groep bij specifiek zwangere of pas bevallen vrouwen. En dat was de aanleiding voor het ModderFit-onderzoek. Voor het ModderFit-onderzoek werden zwangere vrouwen en vrouwen die net bevallen waren geïncludeerd met stressurineverlies. En zij werden willekeurig ingedeeld in ofwel de ModderFit-groepstherapie of in de gebruikelijke zorggroep. En de ModderFit die bestond uit 8 groepslessen van 60 minuten en deze werden gegeven door een bekkenfysiotherapeut. En in dat programma was er veel aandacht voor het geven van informatie, een bewezen effectief bekkenbodemspieroefenprogramma en conditietraining. Daarnaast was er ook veel aandacht voor therapietrouw. Dus dat betekent dat die vrouw, die krijgt de oefeningen in de les, maar dan ook dat ze het erna blijft doen.
En ook als het programma afgelopen is, dat ze de bekkenbodemspieroefeningen blijft volhouden. De vrouwen kregen ook de beschikking over een mobiele app. En in die app konden ze nog eens even de informatie op hun eigen tijd doorlezen en ook de oefeningen terugzien. De vrouwen in de gebruikelijke zorggroep, die mochten zelf beslissen of ze iets gingen doen aan hun urineverlies. En als ze er iets aan gingen doen, wat ze eraan zouden willen gaan doen. Dus wilden ze bijvoorbeeld naar de dokter of wilden ze naar de bekkenfysiotherapeut of misschien wel naar de zwangerschapgym. De vrouwen die werden geworven door verloskundigen en artsen in 5 ziekenhuizen en vele verloskundige praktijken in heel de provincie Limburg en in Veldhoven. En ja, op basis eigenlijk van het voorkomen van urineverlies, dus het komt veel voor, het grote wervingsgebied en ervaringen met soortgelijk onderzoek in Noord-Europa, verwachten wij geen problemen met de inclusie, dus om de vrouwen in de studie te krijgen. Maar helaas, de werving was moeizaam en teleurstellend en dat leidt ook tot de conclusie dat we niks kunnen zeggen over het effect van ModderFit voor vrouwen in de zwangerschap en na de bevalling met stressurineverlies. Omwille van de tijd wil ik dan nu niet verder ingaan op de ModderFit-studies, maar juist op wat het gevolg was van deze studie. Want wij hadden vragen. Want wat is er aan de hand? Waarom komen die vrouwen nou niet? Waarom willen ze niet meedoen? En daar staan eigenlijk die puzzelstukjes voor. En een van de eerste vragen die wij hadden was van, goh, zijn wij voor onze studies misschien uitgegaan van de verkeerde cijfers? Zo'n studie die bereken je van hoeveel vrouwen je moet hebben op basis van hoe vaak een aandoening voorkomt. Dus dat zijn wij gaan onderzoeken met 2 literatuurstudies. En in die literatuurstudies hebben we onderzocht hoeveel vrouwen urineverlies hebben in de zwangerschap. En hoeveel vrouwen urineverlies hebben in het jaar na de bevalling. En daarnaast hebben we ook een overzicht gemaakt van de meetinstrumenten die gebruikt zijn om de ervaren hinder van urineverlies vast te stellen. En ook onderzocht van hoe die vrouwen hun urineverlies, hoeveel hinder ze er ook echt van hebben. En dan wil ik eerst de resultaten van de zwangere vrouwen bespreken. En op basis van 44 studies met ruim 88.000 vrouwen erin, blijkt dat 41% van de vrouwen op een moment in de zwangerschap urine verliest. En ook dat het urineverlies per trimester, dus hoe verder je in de zwangerschap komt, ook toeneemt. Dus dat steeds meer vrouwen het krijgen. En dat ze het als een licht tot matige hinder ervaren. Als we dan gaan kijken naar de bevallengroep, dat zijn dan de vrouwen tussen de 6 en de 12 weken geleden bevallen. Vrouwen. 12 maanden, sorry. Dat op basis van 24 studies met ruim 35.000 vrouwen erin, hebben we vast kunnen stellen dat bijna 1 op de 3 vrouwen in dat jaar na de bevalling urineverlies heeft. En wat opvallend was daarbij, is dat er bij 6 weken eerst een afname is, na 3 maanden, en dat het dan weer gaat stijgen. Dus dat weer meer vrouwen urineverlies hebben, tot wel bijna hetzelfde niveau als in het 3e trimester van de zwangerschap. Nou, deze 2 literatuurstudies waren voor ons eigenlijk, die lieten zien dat wij onze berekeningen op de juiste cijfers hadden gebaseerd. Dus dan was er wat anders aan de hand. Wat is er dan aan de hand? En we zijn dus gaan denken, wat kan dat zijn? Heeft het te maken bijvoorbeeld met ervaren hinder? Of heeft het te maken met het hulpzoekgedrag van Nederlandse vrouwen? En dat zijn we gaan onderzoeken met 2 vragenlijstonderzoeken. Die hebben we daarvoor ontwikkeld. En in die vragenlijsten wilden we natuurlijk eerst weten hoeveel vrouwen hebben urineverlies. Maar ook hoeveel hinder hebben ze ervan. Maar ook, hoe denken ze nou eigenlijk dat dat natuurlijk herstel van hun urineverlies is? En waarom gaan ze hulp zoeken of waarom gaan ze geen hulp zoeken? Nou, die beide vragenlijsten zijn ieder door ruim 400 vrouwen ingevuld. En daaruit bleek dat 67% van de zwangeren en 57% van de bevallen vrouwen aangaf urineverlies te hebben.
En slechts 13% van de zwangeren en 26% van de bevallen vrouwen heeft daarvoor hulp gezocht. En 90% van die vrouwen die hulp gezocht hebben, die gingen daarvoor naar een bekkenfysiotherapeut. Wat zijn dan de redenen waarom vrouwen geen hulp zoeken? Nou, dus zowel de zwangeren als de bevallen vrouwen die gaven aan, ja, ik heb er niet zoveel last van. Of ik denk dat het vanzelf beter wordt. Of ik denk dat het gewoon vanzelf overgaat. En daarnaast gaven de zwangere vrouwen ook aan dat ze wilden wachten met hulp zoeken tot na de bevalling. Dan is het natuurlijk ook heel interessant om te weten wat nou de redenen zijn waarom vrouwen in de toekomst wel hulp willen gaan zoeken. En dat zeiden zowel de zwangere als de bevallen vrouwen van ja, als ik continu met de inlegmateriaal moet gaan lopen of dat ik bang word om geroken te worden of als ik ga doorlekken, dan ga ik hulp zoeken. En daarnaast gaven de bevallen vrouwen ook aan, ja, op het moment dat ik er last van krijg op mijn werk, dat het me daar gaat hinderen, dan ga ik er wat aan doen. Nou, wisten we alweer wat meer, maar we wilden nog beter begrijpen wat nou dat verschil is eigenlijk tussen dat hebben van urineverlies en het hulpzoekgedrag. En dat wilden we eigenlijk verder uitzoeken door echt vrouwen te gaan bevragen. Dus we hebben interviews gedaan met zowel zwangeren als vrouwen die tot 1 jaar geleden bevallen zijn. En we hebben ook de hulpverleners in een focusgroep gehad en met hun gesprekken gehad. En hieruit bleek dat de dames, de zwangere en de bevallen vrouwen, die zeiden eigenlijk bijna allemaal van ja, ik heb er geen of ik heb er bijna geen last van. En ik accepteer dat als een gevolg van de zwangerschap of als een gevolg van de bevalling. Ze waren wel verbaasd. Enerzijds verbaasd van überhaupt, van hey, hier had ik geen rekening mee gehouden dat dit kon gebeuren. En als ze het hadden, ze waren ook wel vaak verbaasd van het gaat niet vanzelf over. Vrouwen gaven dan ook aan dat ze verschillende strategieën hadden om ja, informatie te krijgen over hun klacht of over wat ze ervoeren. En dat sommigen gingen bijvoorbeeld, die vroegen dat aan een hulpverlener. Er waren vrouwen die vroegen het aan vriendinnen. En ook wel werd er op internet gezocht. Maar bij dat internet werd er ook al regelmatig gezegd van, nou, daar ben ik maar mee gestopt. Want ik las daar tegenstrijdige informatie en daar word ik eigenlijk heel onzeker van. De hulpverleners, dat is de artsen en de verloskundigen in de focusgroep, die vertelden eigenlijk dat het vragen naar urineverlies in de zwangerschap geen standaardvraag is. Bij de nakontrole was er wel een groot verschil, want de verloskundigen die gaven eigenlijk wel aan van dat doen we eigenlijk bijna altijd wel. En de artsen in ieder geval in onze focusgroep die zeiden gewoon nou dat vragen wij niet. En daarbij werd ook wel aangegeven dat de duur van het consult een belemmerende factor was. En ook dat er geen vraag in het elektronisch patiëntendossier stond, was voor hun een reden om het ook gewoon te vergeten. Dan heb ik jullie de verschillende onderzoeken heb ik een beetje toegelicht. Wat is daar nou eigenlijk uitgekomen op een rijtje? Nou, de conclusies is dat we dus geen conclusies kunnen trekken over de effectiviteit van de Molefit groepstherapie. En dat 41% van de zwangeren en 31% van de vrouwen in het jaar na hun bevalling urineverlies heeft. Dat ze dit als een licht tot matige hinder ervaren. Dat slechts een klein deel van de vrouwen hulp zoekt. En dat veel vrouwen denken dat het urineverlies vanzelf al beter wordt of overgaat. En dat het vragen naar urineverlies door zorgverleners op dit moment nog geen standaard is. Wat kunnen we hier nou mee? Nou, deze resultaten die kunnen de zwangere en de pas bevallen vrouwen voorzien van kennis over hoeveel of hoe vaak dat urineverlies voorkomt. Maar ook over het natuurlijk beloop van urineverlies en eventuele behandelmogelijkheden. En daarnaast kunnen we artsen en verloskundigen bewuster maken van het belang van het bespreken van urineverlies rondom de zwangerschap. Dan dank ik u voor uw aandacht en dan wil ik graag het woord teruggeven aan de prorector. Dank u wel voor uw enthousiaste en bevlogen verhaal en heel duidelijk verhaal ook. We gaan over tot de oppositie. Maar ik wil u eerst even voorstellen aan het promotieteam. Dat wordt vaak vergeten. Mensen in de zaal vragen zich altijd af waarom zijn er altijd een aantal mensen die niks mogen vragen.
dat zijn zij dus. Dus dat is professor Spaandemans en de doktoren Bergmans en Bols. Welkom en succes met uw kandidaat. We gaan over en ik schakel meteen over naar het Engels. Because our first guest is a guest from outside, professor Morgvet. Very much welcome all the way from Norway. Professor Morgvet is professor in physiotherapy from the Norwegian University of Science and Technology in Trondheim. The floor is yours. Thank you very much. At first, I would like to thank the University of Maastricht for the honor of being invited as one of the members of the committee. And then I want to congratulate the candidates with the thesis and the substantial amount of work that you have done. However, I have some questions, and my questions are related to the two RCTs and the assessment of the effect of peripartum pelvic floor muscle training to treat urinary incontinence. I must say that I have to acknowledge that the candidate cannot be held responsible for the very low inclusion rates. However, the low inclusion rate and the other and some other changes causes a serious validity problem in the trial. So my first question to you is, how do you define validity? What does validity mean? Well, the validity means that that what you measure is how do you say it? That the effect of what you measure is I can I can help you with that. Well, I think validity can be different things, but the overall validity questions: did you really measure what you intended to measure? No, definitely not. No. Because we wanted to measure group therapy, and we only the results are only about individual therapy. Mm-hmm. So therefore, we cannot say anything about group therapy, because in group therapy, there's also that the women can encourage each other and help each other and provide information, and that's not the case in our study, not at all. No. Yes, I agree, and also I think that that the low inclusion rates also have something to do when we are discussing validity of the trial, if we can trust the results and act according to them. For example, in the pregnancy trial, a far lower number was included than estimated by the power calculation. And even fewer participants throughout the trial and in the analysis. So then this introduced a specific problem. And you know the term type 2 error. So can you say something about type 2 error in this in relation to this low inclusion rates you had? Oh, I'm sorry. Perhaps you don't use the term, but the important thing here is that type 2 error means that describes the error that occurs when you accept a null hypothesis that it that is actually false. So if you, in your trial, if you then decided to say that this treatment you used, it doesn't have any effect, then I think that's a false conclusion because of type 2 error. Yes, well, we mentioned that it doesn't have an effect because we wanted to give information about the group therapy, and it's only individual therapy. And we have also discussed whether we should publish the trial at all, because the results are not what we intended to investigate. But I think it's important that everybody learns from this type, also from research that doesn't work or have this much difficulties, because we don't want another a researcher having the same problems as we had. So yes, I agree. I think it's important that you write about it. But my point was just that due to these problems, it's difficult to say
yes or no to the original question you had. Can you say that you should include pelvic floor muscle training during pregnancy or postpartum? I think due to all these problems, your study can't say yes or no here. No, highly esteemed opponent, I agree completely, but I think we did not say that we should provide pelvic floor muscle training in a group, yes or no, because we can't say that at the moment. Because of all this problem during inclusion. But it's a really important study you tried to do, and a really high quality protocol. So it's a pity it went that, like that, but that's what happens. May I make a suggestion? Mm-hmm. Because in Norway, the women were so compliant and they were so willing to participate. Maybe this protocol should be studied in Norway. We include it in a different way. Yes, completely different, but maybe. Yeah, good. We can discuss that. Yes. Thank you. I think I've used my time. Okay, thank you very much. Dan gaan we weer over naar het Nederlands, dus even schakelen. Ik geef graag het woord aan professor Lago Jansen van de vakgroep huisartsgeneeskunde, vrouwenstudies en medische wetenschappen van de Universiteit Nijmegen. Dank u wel dat u vanuit Nijmegen gekomen bent. U bent aan het woord. Ja, dank u wel. Nou, ik wil beginnen met mijn gelukwensen uit te brengen dat deze studie gewoon is afgerond en is geslaagd met nogal wat hindernissen. En ik wil daar begeleidingsteam ook in betrekken. En ondanks die hindernis heeft je ongelooflijk veel energie besteed en allerlei pogingen gewaagd om toch die inclusie te verhogen. Dat heeft mijn complimenten, die wil ik u graag geven daarvoor. Ik wil u wat gaan uitdagen en ik wil met u discussiëren over het volgende. En dat zal anders zijn dan de conclusies die ik net hoorde die u uit deze studie trekt en die er ook nog zo mooi eigenlijk op staan op de slide. Nou kijk, de normale gang van zaken is in mijn mening, en ik ben hulpverlener natuurlijk, heel lang geweest, is dat een patiënt bij een hulpverlener komt met een klacht of een probleem en daar ook behandeling voor vraagt. Dat is bij u als fysiotherapeut denk ik niet anders. En bij die incontinentie, en ik loop al heel lang mee, valt me eigenlijk op dat iedereen weer verbaasd staat over die hoge discrepantie tussen de hoge prevalentie en het hulpzoekgedrag. Daar heeft u ook een aantal hoofdstukken, mooie hoofdstukken aan gewijd. En het blijft altijd zo 1 op de 4. 1 op de 4 vraagt hulp. Maakt niet uit welke leeftijdsgroep je pakt, maar zo ongeveer of minder. En we blijven eigenlijk steeds maar weer trials opzetten om die effectiviteit van die bekkenbodemspieroefeningen te onderzoeken. Maar daar heb ik eigenlijk helemaal geen twijfel over. Sinds jaren al niet meer dat dat effectief is en doelmatig. En dat doet u ook eigenlijk. U start een onderzoek over de doelmatigheid van een aanbod van bekkenfysiotherapie, of dat nou individueel is of groepsgewijs. En daar zoekt u dan vervolgens patiënten bij. Begrijpt u? U heeft het onderzoek en u zoekt patiënten bij. En u verbaast u dan over die lage inclusie van vrouwen. En ik noem met opzet het woord vrouwen, want het zijn nog helemaal geen patiënten. En maakt u nu niet dezelfde fout die heel veel hulpverleners maken? Namelijk dat hulpverleners bepalen welke klacht of symptoombehandeling behoeft, zonder stil te staan bij hetgeen de vrouw eigenlijk wil. En die vrouw die wil, zo blijkt ook uit uw studie, maar ook in een heleboel voorafgaande studies, in haar leven helemaal geen therapie. Op dat moment bijvoorbeeld. Of ze vindt hele andere zaken belangrijker. Nou, mijn probleem is, en het is overigens best een serieus probleem, wie is eigenlijk het probleem? Of nog beter, van wie is eigenlijk het probleem? En dat is een hooggeleerde opponent. Dat is een hele interessante vraag. Ik denk dat er meerdere problemen aan de grondslag liggen. Ten eerste bijvoorbeeld is ook het kennisniveau van de vrouwen. Want op het moment, en dat gaat eigenlijk vanuit de health beliefs eigenlijk, dat als een vrouw van haar omgeving hoort van, ja, het hoort erbij, het gaat vanzelf wel over, mijn oma had het ook, mijn moeder heeft het ook, dan denkt ze van, ja, ik moet niet zeuren, ik moet dit accepteren.
Dat zou mee kunnen spelen, maar wat ook mee zou kunnen spelen is het feit dat vrouwen het in een hele drukke fase van hun leven zitten. En misschien eigenlijk hun energie heel hard nodig hebben om eigenlijk alle ballen in de lucht te houden. Dus eigenlijk die balans in hun leven te vinden. Dus is het toch weer het probleem van de hulpverlener. Want als die vrouw andere dingen heeft, dan zou ik zo zeggen, dan is het ook op dat moment haar probleem niet zo. Nou ja, het is de vraag natuurlijk of dat het geen probleem is omdat ze misschien denkt dat het vanzelf overgaat. Terwijl we weten dat in de zwangerschap vrouwen die in de zwangerschap 2 tot 6 keer zoveel meer kans hebben om na de bevalling nog urineverlies te hebben. En als een vrouw op 3 maanden postpartum urineverlies heeft, dat ze 70 tot 90% 5 tot 12 jaar daarna ook nog urineverlies heeft. Maar ze vindt het geen probleem. De meeste vrouwen geven aan dat ze het maar een licht probleem vinden. En ik neem aan dat u net als ik toch eigenlijk heel belangrijk vindt dat je een soort overeenstemming krijgt van wat het probleem is. He, wil je überhaupt iets gaan doen met shared decision? Nou, ik denk dat we persoonlijk, denk ik dat we moeten beginnen met educatie. En dat het dan, voor mij hoeft ook niet iedereen met urineverlies hulp te zoeken. Want iedereen doet dat ook op zijn eigen tijd. Als dat zaadje maar geplant wordt op een moment, dat een vrouw weet dat het niet normaal is, dat het niet vanzelf overgaat. En dat ze vooral ook weet dat op het moment dat zij bereid is en tijd heeft om hulp te zoeken, dat ze weet waar ze naartoe kan. En ook wat ze daar kan verwachten. Want daar gaan natuurlijk ook wel wat fabeltjes over de ronde. Ja, dat is zo. Maar met mensen met die ballen, hè, die klachten hebben, het was overigens in mijn onderzoek ook al zo, die bereiken wel de hulpverlening. Kijk, mijn probleem is eigenlijk een beetje, misschien is dat misschien de afrondende vraag ook van, vindt u eigenlijk dat het dat zo inzetten van die hulpverleners, hè, die zich met incontinentie bezighouden, mijn proefje was precies hetzelfde, dat het eigenlijk toch niet een beetje het medicaliseren van het probleem is? Of vindt u eigenlijk dat die hulpverleners die dat doen eigenlijk gewoon de vrouw emanciperen, want de schaamte voorbij en er moet iets aan gedaan worden? Wat vindt u? Nou, ik vind als hulpverlener dat ik niet degene ben die de besluit neemt of dat iemand hulp moet zoeken voor een probleem, ja of nee. Ik zou als hulpverlener alleen wel graag willen dat de vrouw geïnformeerd is en op basis van goede informatie, betrouwbare informatie, een besluit kan nemen of ze er iets aan zou willen doen. En ik denk dat het daarmee begint, want ik denk dat de artsen, maar ook de fysiotherapeuten in de zaal, wij kennen allemaal wel patiënten die worden ingestuurd van je moet er iets aan doen. Maar als er geen bereidheid is om zelf actief iets eraan te doen, dan is dat gedoemd te mislukken. Ja, nou daar ben ik het wel weer mee eens. Want ik denk dat die bereidheid een enorme factor is geweest die gezorgd heeft voor uw lage inclusie. En ik ben het ook wel eens met uw punt dat kennis maakt macht, zegt u eigenlijk. Want u wil vooral de artsen als ook de zwangeren, zeg maar, en de vrouwen zelf, wil je eigenlijk gewoon een heleboel kennis geven. Ja. Ja. En u heeft geen duiveltje zo in uw achterhoofd nog dat zegt, we zijn het medicaliseren. Wij vinden dat ze naar ons toe moeten komen voor dat onderzoek. Want ik heb nou eenmaal dat onderzoek en er moeten vrouwen geïncludeerd worden. Nou, weet u wat het probleem is? Als wij dat vinden dat dat moet, dan hebben we waarschijnlijk hele hoge drop-out rates. Nou ja, dat is ook zo. Dat heeft u ook, hè, bijvoorbeeld. Ja, dat heeft u echt. Maar ik ben heel tevreden met uw antwoord en ik geef het woord terug aan de rector. Dank u wel. Nou, dan gaan we nu verder met medische verificatie, want er zijn nog meer artsen hier onder de vragenstellers. Ik geef graag het woord aan professor Heesakkers, uroloog en hij werkt in het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Ja. Dag promovendus, hartelijk gefeliciteerd met het verschijnen van uw boekje en de verdediging tot nu toe, ook de promotie. Teamgenoten mag ik daarbij feliciteren. En ik vind inderdaad tot nu toe dat u heel dapper en met verve verdedigt waarom eigenlijk die studie niet zo goed van de grond gekomen is. En daar wil ik ook een beetje op focussen, op een iets andere manier dan mijn voorgangster. U zegt dat in de pool waarin u de patiënten gaat recruteren, of dat mogen geen patiënten zijn natuurlijk, maar zwangere dames en net bevallen moeders, dat die komen uit 4 ziekenhuizen. Op 5 locaties. En er zijn 13 verloskundepraktijken bij betrokken. En dan zegt u dat het incontinentiepercentage 75% is voor de bevalling en 63% postpartum.
Hebt u enig idee hoeveel incontinente zwangere en jonge moeders voorbij zijn gekomen in de tijd dat u probeerde te recruteren? Nee, geen idee. Nee, dat is ook geen vraag die zo gesteld is. Dat had wel gekund bijvoorbeeld als het echt een standaard protocol was, dat wij dat bij hadden gehouden, maar het is standaard. Maar weet u ongeveer hoeveel patiënten in die praktijk rondlopen? Of... Ja, wij hebben dat niet nagevraagd. We hebben wel op basis van het aantal vrouwen wat bevalt in een jaar eigenlijk in Limburg, dat waren meer dan 8000. De meeste zitten in de eerste lijn. Dat zijn, we zochten natuurlijk ook naar de ongecompliceerde zwangerschap. Dus, en dan met de prevalentiecijfers die er zijn van het urineverlies, ja, dan maak je een rekensom en dan denk je van dat moet haalbaar zijn, ook omdat we best wel een lange periode hadden. Ja, zo. En ja. De verloskundigen die meededen, die waren enthousiast, maar als we heel eerlijk zijn, de verloskundigen waren heel enthousiast, maar de meeste inclusies zijn gedaan nog door de ziekenhuizen. Ja, hebt u daar enige verklaring voor? Want het is wel bijzonder, hè? Want het zijn toch best wel wat praktijken en je zou verwachten, nou, dat moet ik eigenlijk wel kunnen. Ja. Mogelijk heeft dat wel te maken ook met het inclusieproces, want het was niet eenvoudig voor die artsen. Ja. Die moesten echt een hoop handelingen doen, die moesten, of de verloskundigen ook overigens, die moesten de vrouw vragen naar de urineverlies, wat vaak al niet standaard is. Ja. Ze moesten een inwendig onderzoek doen, wat ook niet standaard is en omwille van de tijd vaak ook ervaren wordt als een hinder, als een barrière, zullen we maar zeggen. En dan moesten ze het daarna ook nog invoeren in een systeem. Ja, ik herken het helemaal. En ik denk ook dat u wat dat betreft ook niet zozeer de zere vinger moet leggen op de plek van de zwangere vrouw en de jonge moeders, maar meer op de behandelaars die daar verantwoordelijk voor waren. De andere vragen, een beetje daarop voortbordurend. In de provincie Limburg zegt u dat er ongeveer 7,7 kinderen per 1000 inwoners wordt geboren. En dat is erg laag vergeleken met het gemiddelde van Nederland. Nou is dit een vruchtbare omgeving en een goede katholieke nest eigenlijk. Wat is de reden waarom er zo weinig kinderen geboren worden in deze regio? Volgens mij heb ik dat... Misschien hebt u het opgeschreven, maar u mag het nog wel een keer vertellen. Waarom dat er in Limburg zo weinig kinderen geboren worden? Dat is de vraag, ja. Dat is een interessante vraag. Ja, daarom stel ik hem. Hè. En nu het antwoord dan? Ja, ik heb geen idee. Ik heb zelf heel lang in de Bijbelbelt gewerkt. En dan weet ik heel goed waarom er heel veel kinderen kwamen. Ja. Maar ik weet dat ze hier katholiek zijn en dat dat vroeger ook het geval was. Ja, misschien iets minder dan destijds. ik moet u echt het antwoord verschuldigd blijven. Ik heb geen idee. Oké, geen probleem. Gaan we gewoon netjes verder. In hoofdstuk 6, 7 en 8, nu wordt het iets serieuzer, beschrijft u een aantal redenen op basis van studies die gedaan zijn achteraf, waarom uw trial niet zo goed gerecruiteerd heeft. Is dat niet de verkeerde volgorde? Want u dempt de put als het kalf verdronken is, wat mij betreft. Dat is een hele goede vraag natuurlijk. Wij hebben ons vergeleken met Noord-Europa, met Scandinavië eigenlijk. En gedacht van, nou, die vrouwen die lijken op onze vrouwen. En dat zijn ook niet de meest extreme getallen die je ziet staan. Dat zit nog ergens in het midden, dat zit ergens in de 40%. Terwijl die range die ligt echt wel groter. Dus wij dachten dat we op basis daarvan een reële prevalentie van uit waren gegaan. Maar ja... Toen het dus zo slecht liep, gingen wij denken van, goh, zitten we dan misschien heel aan de hele lage kant. Dus ja, misschien had het heel fraai geweest als we het andersom hadden gedaan. Het heeft ons alleen aan het denken gezet van, ja, klopt het nou? Ja. En eigenlijk is het wel mooi dat die literatuurstudies die lieten bijvoorbeeld zien dat we wel toch van de juiste cijfers uitgegaan waren. Of op basis van big data eigenlijk. Ja. Jammer dat het dan van tevoren niet bekend was. Dan had u misschien nog meer van die praktijk en hulpverleners erbij kunnen betrekken. Ja, ik denk persoonlijk, dit is een doelmatigheidsstudie. Dus het ligt heel erg, zijn we afhankelijk van de hulpverleners die vrouwen begeleiden om te includeren. En ik, eigenlijk zou het
bottom-up eigenlijk zou je veel beter vanuit de vrouw kunnen denken. Alleen dat paste binnen het type studie niet. Ja, dat vind ik een mooie beëindiging van uw antwoorden. Dank u wel voor uw antwoord. En ik geef het woord graag terug aan de prorector. Dank u wel, professor Heesakkers. Nou, ondertussen zit professor Nijhuis, hoogleraar gynaecologie van het ziekenhuis, hier te popelen om vragen te stellen. Hij is ook secretaris van deze commissie. Dank u, meneer prorector. Als secretaris bewaak ik natuurlijk met u de tijd. Ja, mevrouw de kandidaat, natuurlijk ook proficiat met uw proefschrift, mooie artikelen en ook uw team. Ik zou graag willen dat een van uw beide paranymfen naar de microfoon komt om stelling 10 voor te lezen. Stelling 10. De beste manier om ongewild urineverlies bij vrouwen te voorkomen is niet zwanger te worden. Ja, dat is een mooie stelling, dankjewel. Ja, die gaat natuurlijk tegen de aard van de soort in, tegen de mens. Het zou ook het einde van de evolutie betekenen. Misschien is dat nog niet zo verkeerd als je ziet wat er in de wereld gebeurt, maar dat is weer wat anders. Ik heb wel eens gezegd, mevrouw de kandidaat, en gelukkig is Helene van Rooyen het met mij eens, de baring is een noodzakelijk kwaad. Zou u die stelling willen onderschrijven? Daar ben ik het helemaal mee eens. Daar ben ik het mee eens. Maar we zijn, toevallig heb ik gezien dat ze ook wel eens een lammetje in een zak buiten een schaap hebben gekweekt. Misschien is dat voor mensen in de toekomst ook wel een optie. Ja, dat zou een optie zijn. Er wordt in Veldhoven ook aangewerkt in het TU in Eindhoven. Maar dat lijkt me nog wel ver weg. Ik heb nog wel een tussenoplossing. Dat we gewoon, want die zwangerschap doet natuurlijk wel op continentie, maar vooral die bevalling. En zeker als je maar 1 of 2 kinderen krijgt, zou ik zeggen, we doen gewoon een electieve keizersnede. Zou u daarvoor zijn? Ik praat nu niet vanuit een medische achtergrond, maar wel vanuit... Ja, maar u kunt uw gevoel wel volgen en u kent uw incontinentieproblemen. We weten dat ook vrouwen die een keizersnee hebben gehad, dat die ook incontinentieklachten hebben. Want er blijkbaar gebeurt er al iets in die zwangerschap, waardoor er al iets, een balans verstoord is. Het is wel wat minder hoor, postpartum. Maar daarbij mogen we denk ik niet vergeten dat een sectio nog steeds een open buikoperatie is. En dat heeft ook risico's. Ja, dat is waar. Maar vrouwen mogen ook kiezen voor plastische ingrepen, voor operaties aan borsten of aan vetschorten. Dus ik zou denken dat een vrouw die keuze had. Maar dat is niet altijd zo. Er zijn nog steeds gynaecologen die zeggen, wij zijn gericht op de vaginale baring. Ik denk een geheel foute inschatting. Maar je zou in ieder geval iets helpen. En als u zegt in uw presentatie, de vrouwen moeten dus met goede informatie zelf recht hebben van kiezen. Zou u dan vinden dat vrouwen ook dat recht hebben? Jazeker, maar dat vind ik met alles. Ook een COVID-vaccinatie. Ik vind dat we altijd, als er goede informatie is, dat je zelf mag kiezen voor wat voor een interventie dat je kiest op basis van. Alleen, ik weet wel dat er ook heel veel patiënten zijn die dat heel moeilijk vinden. Zeker. En je ook wel vaak hoort van, ja, de dokter heeft mij alles uitgelegd, maar wat moet ik nou? Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Dat is ook lastig voor mensen om te beslissen en om het goed te begrijpen. Want onze folders zijn ook vaak niet geschreven in de taal die iedereen begrijpt. Een ander iets is natuurlijk dat leeftijd ook iets doet aan je bekkenbodem. We kennen natuurlijk dat ook oude nonnen, zal ik maar zeggen, die nooit kinderen hebben gehad. Dus eigenlijk een beetje wat u graag wilt. Toch? Nou, ze mogen van mij wel seks hebben. Die wil toch dat ze... Ja, ja, maar het kon wel eens zijn dat dat er toch wel is in die kloosters. Maar dus ouderdom doet ook iets op je spieren. En we weten dat in veel landen, ook vanwege arbeidsinzet, in veel Zuid-Europese landen met name, zijn de vrouwen vaak veel ouder, in Noorwegen ook. Wat denkt u dat de invloed is op zwangerschap, leeftijd en incontinentie? Zou u daar een idee over hebben? Zou het beter zijn om op je 20e zwanger te worden om in de toekomst minder incontinentie te hebben? Hebt u daar een idee over? Ouderdom en bekkenbodem. Ik denk sowieso dat je als je jonger bent, dat je wel je herstelvermogen vlotter is dan als je wat ouder wordt. Qua celregeneratie eigenlijk. Dus vanuit die optiek zou ik opteren voor wat jonger, misschien niet 20, maar dat heeft dan weer met andere redenen te maken. Maar niet als je 60 bent, van je gaat nog een kind krijgen, dan wordt dat meestal een sectio. Maar ik bedoel, het lijkt mij gezonder, sowieso ook qua heel je fysiek. Want het is niet alleen de baring, maar het is ook dat je daarna moet herstellen.
En het is toch, de meeste bevallingen is niet iets van ik ga even een eitje leggen. Dus je moet erna ook bij komen. Het is een noodzakelijk kwaad, hè? We doen het er maar mee. Ja, of we kiezen voor die seks, ja. Heel goed, dankjewel. Ik ben helemaal tevreden met uw gedachten daarover. Ik geef graag... Dank u wel. Ik was even bang dat de mensheid zou uitsterven door de suggesties van de collega naast mij, maar dat is toch nog goed gekomen. We geven het woord aan dokter Slieke. Zij komt van het Pelvic Floor Physiotherapy Institute van de Erasmus UMC. Welkom vanuit Rotterdam. Dank u wel, geachte promovendus. Allereerst mijn complimenten over je werk en ook voor het hele team. Ik herinner mij dat wij lang geleden eens in de auto zaten en dat je zei, ik zoek een plek, want ik ga promoveren. Ik moet alleen nog een plek vinden. Dus je passie om het voor elkaar te krijgen, dat gaat vandaag gestalte krijgen. Voordat ik met u de helikopter inga, u had een slide in uw presentatie zitten, waarin u zei, de vrouwen kiezen er zelf voor wat ze gaan doen, of ze weer actief in het leven gaan, of ze eens een keertje flink uit hun dak gaan. Vooral die laatste. Als ik even met u ga naar pagina 92, uw eerste alinea onderin. Ik zat me even af te vragen of u stilletjes aan bezig bent om een nieuwe productielijn op te gaan zetten. Het financiële leven van onderzoekers is nou eenmaal niet zo heel groot. Ik ken wel partydrugs en ik ken pantyliners, maar ik ken geen partyliners. Is dat een nieuw idee om mensen fatsoenlijk uit hun dak te kunnen laten gaan als ze urineverlies hebben? Of is dat een typfout? Zegeleerde opponent. Dit is zeker een typfout, maar wellicht voor de ondernemer binnen deze zaal zijn er misschien wel mogelijkheden. Dankjewel. Ik wou even met u de diepte ingaan. En om eens te kijken van wat gebeurt er nu en waar kunnen we het tij keren? Want ik ga heel erg met... professor Lagro mee van creëren wij niet een probleem wat er niet is. We weten als bekkenfysiotherapeuten dat het niet alleen gaat over urineverlies, maar dat het juist over meer gaat. Wij proberen al 15 tot 20 jaar met huisartsen en verloskundigen, obstetristen, die bekkenbodem in het vizier te krijgen. En het lijkt dus blijkbaar nog steeds maar niet te lukken. U heeft een hele mooie stelling gemaakt, wat een klein onderdeel is van het geheel. En dat is stelling 6. Misschien kan ik even een van de paranimpen vragen om dat voor te lezen. Stelling 6. In het curriculum van de opleiding tot fysiotherapeut zou meer aandacht moeten zijn voor de functie van de bekkenbodemspieren in de beweegketen. Los van het feit dat ik het daar wel mee eens ben, vind ik het wel een beetje heel kort en alleen maar gefocust op die bekkenbodem en de fysiotherapie. Hoe denkt u dat wij de verloskundigen, de obstetristen, huisartsen kunnen bereiken om überhaupt de bekkenbodem beter tussen de oren te krijgen? Zeer geleerde opponent, dank u wel voor de vraag. Ik denk dat er meerdere dingen spelen. Onderwijs is gebaseerd op een beroepsprofiel. En ik heb gekeken bijvoorbeeld, het beroepsprofiel van de verloskundige, dat staat online. Daar staat in dat ze verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van de vrouw, maar ook de gezondheid na de bevalling. En dan denk ik van, maar welke gezondheid zijn ze verantwoordelijk voor? Is het... De hechting, als ze ingescheurd zijn, of is het herstel na een sectio? Maar waarom wordt er zo weinig aandacht besteed aan de spier waar dat kindje doorheen komt? En dat heb ik dus ook niet terug kunnen vinden in het beroepsprofiel. En helaas voor de obstetrist heb ik geen beroepsprofiel kunnen vinden online. Er zal best iets zijn waar het onderwijs op gebaseerd is, maar in ieder geval was mij niet ter beschikking. Maar ik denk dat je begint met onderwijs. Onderwijs voor de verloskundigen, voor de artsen en voor de gynaecologen ook. Ik heb toevallig van de week onderwijs gegeven aan huisartsen en verloskundigen. Ik zei, doet u wel eens inwendig onderzoek? En dan zeiden, we doen wel inwendig onderzoek, maar niet naar de bekkenbodem, want we hebben geen idee wat we daar te doen hebben en wat we daar moeten zoeken. En dan blijft dus mijn vraag staan, hoe kunnen we daarmee verder?
Is daar niet voor u in de toekomst een mooi plan weggelegd om daar actief mee aan de slag te gaan? Nou, ik zou echt willen pleiten om daar aandacht aan te besteden. Aan niet alleen een inwendig onderzoek om te kijken of dat er een verzakking is. Maar ook een onderzoek te doen naar de functie van de bekkenbodem. Want dat is gewoon iets heel anders. En op het moment dat de hulpverleners die zo'n vrouw rondom de zwangerschap begeleiden, die kennis hebben, dan weten ze ook wanneer dat er een afwijkend beloop is of dat iets de spier niet zo goed werkt. En dan kunnen ze zo'n vrouw dat aangeven van weet u van dit is moeilijk. U hebt deze opties, u kunt hieruit kiezen. En dan kan je vanuit die kant verder gaan. Dus ik denk dat het altijd een tweesporenbeleid is hoor. Er ligt een stukje verantwoordelijkheid bij de zorgverleners en er ligt een stukje verantwoordelijkheid bij de vrouwen zelf. En dat moet bij elkaar komen. Dankjewel. Ik ben tevreden met het antwoord. Ik geef graag het woord terug. Dank u wel, dokter Slieker. Dan geef ik nu het woord aan dokter Willekes van de afdeling gynaecologie van het ziekenhuis Alhier. Dank u wel, geachte kandidaat. Proficiat met het mooi bereikte product dat wij allemaal voor ons hebben liggen en wat u beide familieleden zo mooi demonstreerden net. Hè. Dus een lang werk met een mooi eindresultaat en een goed bereikte finish. Ook de beide promotores en de co-promotor proficiat met dit eindresultaat. En u staat hier weer mooi bij. Wat ik graag wilde continueren op mijn collega, want ik voelde mij toch wel erg aangesproken. Als ik dan tot mijn schrik lees dat een verloskundige nog wel enigszins vragen stelt over urine-incontinentie bij zwangerschapscontroles of vooral de nacontrole, denk ik, en dan moet ik hand in eigen boezem steken. Het komt niet direct voor op het rijtje wat je bevraagt binnen nacontrole. U hebt al gezegd, tijd kan daar een factor bij zijn. Onbekendheid kan daar een factor bij zijn. Momenteel zijn wij bezig met het nieuwe raamplan. U had het oude raamplan op internet kunnen vinden, want dat is dan het beroepsprofiel van onze beroepsgemeenschap. In dat raamplan zijn we, in de nieuwe curriculum, zijn we ontwikkelingen aan het maken waarin we aansluiten op nieuwe behoeftes en nieuwe ontwikkelingen in het veld van gynaecologie, verloskunde, bevalling en alles daarna. Mag ik u uitnodigen om mee te schrijven aan dat profiel wat u zo graag wil hebben? En wat moet er in dat profiel dan voor de gynaecoloog komen te staan qua kennis, vaardigheden en ja, ook communicatie naar de patiënt toe? Wat gaat u daarin schrijven voor mij? Zeer geleerde opponent, dit vind ik een hele belangrijke vraag ook. Ten eerste basiskennis, maar dus over hoeveel het voorkomt, maar vooral ook het natuurlijk beloop. Dat het niet vanzelf overgaat. En ook als je er niet naar. En ook het belang van het vragen ernaar. Dat als een hulpverlener niet vraagt, niet actief zelf vraagt naar urineverlies en dan ook nog op de juiste manier ernaar vraagt, dat de vrouw zich herkent erin. Daar zou ik als eerste mee willen beginnen. En dan vervolgens ook de vaardigheden hebben dat ze, mochten ze daar dat wenselijk vinden, dat ze ook een goed bekkenbodemonderzoek kunnen doen. Maar vooral ook weten dat als ze iets vinden, dat ze die vrouwen goed naartoe kunnen sturen. Want ik merk dat dat nog vaak een probleem is. Van, ja, ik heb ergens een lijstje, maar ja. Wat is nou goed en wat is niet goed? En waar kan ik iemand het beste heen sturen? Nou, ik vind het interessant dat u dit zegt. Want ik kan uit mijn eigen opleiding, die is enige tijd geleden, nog herinneren dat ik meedeed met urodynamisch onderzoek. En de desbetreffende specialist zei dan, zoek maar op internet, de baas. Ik denk, dat heb ik toen opgezocht. Toen vond ik de bijbehorende fysiotherapie oefeningen. En toen dacht ik, ja, en nu dan? En dan moet ik het weten of doen. U spreekt in uw stelling 8 over dat zwanger en pas bevallen vrouwen passende informatie moeten krijgen van zorgprofessionals. U hebt het nu al met mij erover dat het niet altijd evident is waar de kennis te halen valt en wie dat moet geven. Stelt u een plan voor mij? Wie moet het doen? Waar? Nou ja, kijk, ook in verband met de kosten zou ik dus kijken van wat is er al? Mm-hmm. En kunnen we daarbij aansluiten? Dus bijvoorbeeld in België een mooi initiatief van de Universiteit van Antwerpen over de bekkenbodem. Dat is ook evidence-based. Dus daar zou je vrouwen naartoe kunnen verwijzen. En zeggen van, de informatie die daar staat, die klopt in ieder geval.
Dus dat is gewoon fijn als alle zorgverleners weten van, nou, dat is een betrouwbare site eigenlijk. Maar ook dat, ik heb gemerkt bijvoorbeeld dat ook niet voor alle artsen duidelijk is waar en hoe ze een geregistreerd bekkenfysiotherapeut kunnen vinden. Ja, op onze polykliniek heeft lange tijd een lijst gelegen met bekkenfysiotherapeuten. En mochten wij dit gaan optuigen en meer, goed, hè, ook al samen met de patiënt natuurlijk, want je moet het niet opleggen, maar het moet ook vanuit de vraag komen. Hebt u dan het idee dat er voldoende zorgprofessionals zijn die dit kunnen gaan bieden? Of moet daar speciaal opleiding voor opgetuigd worden? Nou, er zijn in Nederland op dit moment 2 opleidingen voor bekkenfysiotherapie. En laten we het zo zeggen, de vraag is groter als het aantal professionals wat er is. Want op een of andere manier is het niet makkelijk om mensen de opleiding bekkenfysiotherapie te gaan laten doen. Er hangt toch iets, tenminste dat is mijn eigen gut feeling, mijn onderbuiksgevoel. Er hangt iets opheen van oeh, dat is een beetje eng. Of ja, ik ga maar liever sport doen, van dat is lekker actief. En daar moeten we hard aan werken. En daar wordt ook al hard aan gewerkt, maar ja, dat is wel een probleem. Maar ik denk ook dat we moeten kijken dat het tailor-made moet zijn. Niet alle vrouwen hoeven naar een bekkenfysiotherapeut. Je moet, het mooiste zou zijn als je weet van, nou, bepaald gezondheidsgedrag bij mevrouw X, dat past bijvoorbeeld bij een app. Maar die moet gewoon heel goed zelfstandig zijn en gewoon heel veel doorzettingsvermogen hebben. Nou, dat zou een prima mevrouw voor een app zijn. Een mevrouw die heel onzeker is, minder skills heeft, misschien een slecht spiergevoel. Dat zou een mevrouw zijn die misschien heel goed bij de bekkenfysiotherapeut terecht kan. En een andere mevrouw, die kan je misschien wel met een foldertje uit. En het is niet one size fits all. Je wil echt, eigenlijk het mooiste zou zijn als je iets passends kan hebben wat bij die persoon past. Ik denk dat sluit helemaal aan bij het tegenwoordige personalized learning. Ja. Dat geldt niet alleen voor zorgprofessionals, maar dat geldt ook voor onze patiënten. Ik denk dat dat een prachtig antwoord is. Ik geef het woord graag terug. Dank u wel. Dan wordt de oppositie nu voorgezet door dokter Spaans van de afdeling gynaecologie van Maastricht Universitair Medisch Centrum. Ja, hartelijk dank. Geachte promovenda, allereerst wil ik u natuurlijk ook, net zoals mijn voorgangers, complimenteren met het prachtige proefschrift wat hier nu voor ons ligt. Toch zou ik nog wel graag met u van gedachten willen wisselen over een paar hoofdstukken. Met name hoofdstuk 2 en ook hoofdstuk 6. In hoofdstuk 2 beschrijft u de systematische review over prevalentie, incidentie en hinder van urine. Incontinentie met name in de zwangerschap. En met name die ervaren hinder is eigenlijk een rode draad in uw proefschrift. Hinder van urineverlies in de zwangerschap. En dat ook in de eerste 2 stellingen komt er naar voren. Als we naar tabel 2 gaan, op pagina 46, dan is dat eigenlijk belangrijk. En dan gebruikt u 7 studies om dat eigenlijk te onderbouwen. En daar worden dan vragenlijsten gebruikt van de International Consultation on Incontinence. 2 studies die gebruiken vraag 3 daarvan. En er zijn 4 studies die gebruiken eigenlijk wat meer beschrijvende vragenlijsten. De Incontinence Quality of Life en de Incontinence Impact Questionnaire Short Form. En dan de Wagner en nog een niet gevalideerde vragenlijst. Dan vertaalt u die vragenlijsten aan de hand van artikel van Boonstra naar een VAS score. En dan denk ik, nou, dat ziet er heel mooi uit. En dan geeft u zo eigenlijk een indruk van ervaren hinder in de zwangerschap. Bent u nou niet bang dat u eigenlijk appels met peren vergelijkt? Dat u zegt, ja, ik doe verschillende vragenlijsten, die maak ik dan ineens met een truc. Dan ga ik daar een mooie score tussen 0 en 100 van maken en dan kan ik eigenlijk laten zien wat hinder is. Ik zou graag horen hoe je zelf wat u daarvan vindt. Zeer geleerde opponent, dank u wel voor uw vraag. We hebben natuurlijk een overzicht gemaakt van de vragenlijsten apart. Alleen om dat te interpreteren is voor iedere vragenlijst wat anders nodig. Dus dan moet je toch wel enige kennis hebben van ja, hoe je zo'n vragenlijst moet interpreteren. En dat was eigenlijk de reden dat wij met het promotieteam zijn gaan denken van ja, hoe kunnen we toch proberen om op enige wijze met inderdaad de beperkingen die er zijn. Ik denk niet appels met peren vergelijken, maar wel verschillende constructen. Want je zit met unidimensionale vragenlijsten en multidimensionale vragenlijsten. En daar zit een groot verschil natuurlijk. Hebben we geprobeerd om in ieder geval, het is ook niet wetenschappelijk, want het is niet een gevalideerde methode, maar om in ieder geval te kunnen laten zien van als we dit doen, dan komt er toch die licht tot matig ervaren hinder uit. Ja,
En zou u dan nog bijvoorbeeld gedacht hebben om die eigenlijk zelf geconstrueerde vergelijking dan te toetsen in hoofdstuk 6? Want dan gaat u als het ware cliënten recruteren. En dan zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, nou kan ik die types vragenlijsten naast elkaar leggen en kijken of dat die methode van hoofdstuk 2 een beetje klopt. Dat zou misschien gekund. Hoofdstuk 6, daar heb ik ook nog een vraag over. Want dan stuurt u eigenlijk naar verloskunde en fysiotherapiepraktijken informatie eigenlijk op. En die kunnen ze dan delen via social media en ook via internet. Ja, bent u niet bang dat juist mensen die hinder hebben van urineverlies reageren op die social media? En dat we daardoor eigenlijk een overschatting krijgen van de ervaren hinder. Want dan gaat het elke keer over de hinder van urineverlies, doet mensen hulp zoeken. En dat dus eigenlijk overschatten, dat daardoor ook de inclusie te laag is. Had u misschien op een andere manier die mensen moeten recruteren voor die vragenlijsten? We weten dat recentelijk is er een artikel gepubliceerd dat wel mensen die meer klachten hebben, die de klacht hebben, dat die eerder zullen reageren. Maar dit was eigenlijk bijvangst. Want onze hoofdvraag, wat wij eigenlijk het meest in geïnteresseerd waren, waren die vragen die antwoord gaven op met betrekking tot de ideeën over natuurlijk herstel, over hulpzoekgedrag. Dus daar ligt eigenlijk voor ons de waarde in. Maar je verwacht natuurlijk dat mensen meer hulpzoekgedrag hebben als ze meer hinder hebben. Dat is wel bewezen dat zo is, ja. Ja, dus. Maar je hebt niet overwogen om bijvoorbeeld te zeggen, ik neem van de fysiotherapiepraktijk A elke derde patiënt die zwanger is of zo, of van elke zwangere praktijk, dat je dat meer gestandardiseerd uitvraagt om een goede groep te kunnen krijgen. Nou, ik heb 400 verloskundige praktijken in Nederland allemaal gebeld. En dat was in het hoogst van de coronatijd. Het was echt in de eerste golf, alle hands on deck. Overal ging alles dicht. En heel veel verloskundige praktijken, ik heb dat allemaal bijgehouden van de provincies, die hebben die vragenlijst gedeeld. Dus we kunnen ook zien hoe de verdeling is. Ja. Behalve Zeeland heeft maar van één iemand. Maar de andere provincies zijn allemaal gelijk vertegenwoordigd. Dus wat dat betreft hebben we wel een heel volledig plaatje van Nederland. Nou, dank u voor antwoord. Ik weet niet of ik van de prorector nog een andere vraag mag stellen. Hoofdstuk 5, dat is natuurlijk eigenlijk de kern van uw promotie natuurlijk geweest, de MotherFit 1 en 2. Ja, helaas is er natuurlijk over gesproken dat de inclusies te laag zijn. Ik heb gewoon nog even een technische vraag over hoe u dat nou opgezet hebt. Als nou een patiënt die voldeed aan de inclusiecriteria, dan moest je een score hebben van hoger dan 3 in de International Consultation of Incontinence. Dus dan kreeg je een mooie waarde uit en dan had je dus klachten en dan kreeg je uitleg en dan kreeg je ook een vagina onderzoek. En als je dan toestemming gaf en gerandomiseerd werd, dan ging je of naar de fysiotherapiegroep of naar de standard care. En wat ik nou niet begrijp, want die mensen die eigenlijk dan hun bekkenbodem niet konden aanspannen, die kregen dan eerst nog extra oefeningen bij de fysiotherapeut en daarna kregen ze de training van de fysiotherapeut. Maar die standard care groep, die kreeg geen extra oefeningen als ze hun bekkenbodem niet konden aanspannen. Heb je dan niet risico dat je een enorme bias creëert? Nou, sowieso op het moment dat je een bekkenbodemonderzoek doet, dan ga je eigenlijk al, je doet een onderzoek, maar op het moment dat je vraagt om aanspannen, ga je al awareness creëren. Ja, dus, dat klopt. Maar je zou aan beide groepen gelijk zijn. Je zou aan beide groepen gelijk zijn. Kijk, die zwanger of de vrouwen in de standaard zorggroep, die mochten er zelf voor kiezen, die mochten echt alles doen. Maar dat heeft te maken met de kosteneffectiviteitsstudie erbij zat. Wij waren dus heel nieuwsgierig, gingen die vrouwen dan uit zichzelf naar de bekkenfysiotherapeut of welke zorg gingen ze doen? En dat was eigenlijk. U mag uw vraag afmaken, u mag ook voor altijd zwijgen, althans voor deze vraag dan. Hè? Ja, ik denk dat het belangrijk is van, we wilden in ieder geval de vrouwen in de groep hebben die de bekkenbodem aan konden spannen. Die ze wisten hoe dat moest. En dat kon niet anders. Hartelijk dank voor uw antwoord. Dank u wel, dokter Spaans. Mevrouw de promovendus, de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is voorbij. De promotiecommissie hier tegenwoordig zal zich nu terugtrekken voor beraad. Ik verzoek u en uw gezelschap hier het oordeel af te wachten. Okay.
Geachte kandidaat, de commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u dat proefschrift heeft verdedigd. Op grond van haar positief oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar, professor Spaandeman, is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier vertegenwoordigd, verklaar ik hierbij u, Heidi, Francisca, Angelina, Moosdorf, Steinhuis, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijs hiervan overhandig ik u nu de bul door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. De laudatio zal door mag ik worden uitgesproken. Beste Heidi, helaas moet ik het anders als jij doen, dus niet alles zo spontaan naar buiten kunnen brengen. Ik heb mijn papiertje nodig, want er is zoveel wat ik je te vertellen heb. Maar neemt u rustig plaats, het komt goed. Beste Heidi, jonge dokter, wel edel zeer geleerde vrouwen, beste Tom, Dennis en Emma, papa en mama, familie en overige aanwezigen. Nee is een uitgesteld ja, tot het tegendeel bewezen is. Het is het motto van de doorzetter, de persoon die nooit opgeeft, ook al zegt je hele systeem, misschien je omgeving, de pijn in je lichaam en geest iets anders. Naast de ratio komt de emotie, de passie en de hartstocht om te slagen kijken. Deze eigenschappen, vaardigheden en inzicht karakteriseren Heidi tijdens de bergbeklimming die promovendi ervaren tijdens het realiseren van I make my dream come true. Beste Heidi, als student fysiotherapie wetenschap aan de Universiteit van Utrecht vroeg je mij nu zo'n 10 jaar geleden of ik jouw externe begeleider voor je afstudeerproject wilde worden. Vanwege het feit dat jij als bekkenfysiotherapeut mij dit vroeg en ons wetenschappelijk kader binnen de bekkenfysiotherapie zo gering is, was mijn interesse meteen gewekt. Maar ik stelde je meteen de voorwaarde dat je als tegenprestatie je afstudeerscriptie moest publiceren in een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift. Onze systematic review werd in maart 2013 in Neuro-Urology and Neurodynamics, niet zomaar het eerste het beste tijdschrift, gepubliceerd. En een nieuwe ster aan de wetenschappelijke hemel van de bekkenfysiotherapie was geboren. Wij, Esther, Mark, de ondergetekende, haakten jou meteen als ambitieuze, maar nog pril ervaren bergbeklimmer vast aan het koord van het team van pionierklimmers dat van plan was een nieuwe en belangrijke uitdaging aan te gaan in de vorm van het ZonAW-project Modderfit. Een berg met veel onbekende en gevaarlijke toppen
en ongewisse dalen en spleten. Een glibberige en moeilijk begaanbare klim met enge passages en kliffen stonden je te wachten. En soms in barre omstandigheden. Maar jij, Heidi, ervaren als je bent in het wandelen in de bergen, greep elke uithangende rotssteen ferm vast met een rotsvast vertrouwen. Immers, je rugzak en klimattributen waren met al je uitgebreide ervaring als praktiserend backpackfysiotherapeut, je studie fysiotherapie wetenschap en je positie als bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Backpackfysiotherapie meer dan gevuld. Maar het weer in de bergen is verraderlijk en kan elk moment veranderen. Donkere wolken pakten zich samen van achter de bergkam. Op basis van onze verkenning van het bergachtig terrein zouden voor de RCT elke week wel een aantal proefpersonen geïncludeerd moeten kunnen worden. Maar door mistige omstandigheden werden de aantallen bij lange na niet gehaald. Je deed er werkelijk alles aan niet vast te komen zitten en probeerde zijpaden en nauwe doorgangen om toch bovenop te komen. Het baatte niet. Het basiskamp teruggekeerd, hebben we samen nieuwe coördinaten gevonden om toch die formaliteit de berg op te kunnen. Dat was een zware opgave. Nieuwe doelen moesten gehaald worden, maar het uiteindelijke doel, de top te bereiken, bleef mede door je nuchtere, maar keiharde instelling en rotsvast vertrouwen vier overeind. Met de lucht weer opgeklaard, werd de beklimming succesvol tot een einde gebracht. Zo presteerde je het 2 artikelen op dezelfde dag gepubliceerd te krijgen. En zijn vandaag de dag alle artikelen op 1 na van jouw proefschrift gepubliceerd. En ondanks corona heb je onderweg naar boven ook nog tijd gevonden je educatieve uitgaven te etaleren bij Avans Hogeschool, je eigen professionele platform gestalte te geven en dat met niet aflatend optimisme en positivisme, ook als het klimmen wel eens hard tegenzat. De rest van het bergteam kon de begeleiding vaak alleen nog van afstand via Teams of Zoom uitvoeren. Maar je hebt voetje bij voetje en vaste grip het laatste steile stuk afgelegd. En daar sta je nu, uitkijkend over het berglandschap van de wetenschap. Op een hoogte die zeker niet voor iedereen is weggelegd. Samen met je man Ton en je beide kinderen, Dennis en Emma, die vandaag hun mama als paranymf mogen begeleiden, mag je nu, kijken in de volle zon op jullie gezicht, met gerechtvaardigde trots en plezier, de vlag bovenop de top planten als symbool van je promotie tot dokter. Jouw prestatie komt uiteraard ook voort uit het hebben van een zeer sterke basis. En in al de tijd die wij samen op onze werkkamer hebben doorgebracht, hoorde ik je vele malen vertellen dat je thuishaven hartstikke sterk is, ondanks dat je zoveel keren vanuit Dordrecht naar het verre Maastricht moest komen. Je voelt je hier goed. En wij hebben er vertrouwen in dat voor jou het klimmen op steile hellingen nog lang niet klaar is. Ik ken je ambitie om ons fantastisch vak bek- en fysiotherapie verder wetenschappelijk op de kaart te zetten en ben ervan overtuigd dat we met jou in grote troef in handen hebben onze prominente plek binnen de bekken- en blaasproblematiek internationaal en nationaal te handhaven en verder uit te bouwen. Jonge dokter, de steile weg naar deze plek is voltooid. Naar deze piek is voltooid. Andere horizonten lonken. Mede namens professor Dr. Spaneman, Mark, en Dr. Bols, Esther, wil ik jou en al je dierbaren van harte feliciteren. Het gaat je goed. Dank je wel. Die oefenen we nog even, ja. Ja. Geachte dokter, van harte gefeliciteerd, ook mede namens de universiteit. U weet dat u de eerste 6 weken traditiegetrouw de jonge dokter wordt genoemd. Dat haalt meteen altijd de generatie af, dus dat is allemaal meegenomen. U heeft de corona doorstaan en de corona is in dit geval deze commissie, want die heet ook de corona. Sommige mensen denken dan dat het over een bepaalde aandoening hebben. Dat is dus niet zo. U heeft het heel goed gedaan. Ik wens u een hele genoeglijke dag. En maak er een mooie avond en week van. Je zit nu lekker voor het weekend, dus dat is ook heel prettig. Ik doe nog even een huishoudelijke mededeling. Deze sessie wordt ook opgenomen, dus we maken hier zometeen een foto met mensen die hier aanwezig zijn in de corona.
De andere mensen kunnen zich al voegen naar de refter waar de receptie is. En we maken nog een foto op de trap. Dus we hebben even wat regiezaken. Dan sluit ik bij deze de sessie.